Ik ben op een moment onderweg naar de Chinees, want ik ga eten halen. Mijn ouders zijn ergens anders eten wezen halen. En nu moet ik Chinees gaan halen. Het was een wedstrijdje tussen mijn broertje en mij. En ik heb verloren met schaarste papier, want ik zei ik ga schaar doen. Toen deed ik het ook echt. En help me door. Vandaag was niet zo'n spannende dag. Het is vandaag zondag, morgen weer school. Bijna de proefwerkweken en de schoolexamenweken. Dan wordt het hard leren, maar wel veel meer tijd vergeleken met nu. Omdat ik nu eigenlijk een soort van proefwerkweek toch heb. Maar dus vandaag even een korte one take weer. Want ik heb vooral huiswerk gedaan, films gekeken. En voor de rest niks. Ik heb ook nog gekeken naar paintballen. Dat lijkt me ook wel eens leuk om te doen. Alleen het enige rottige is dat het allemaal 18 plus is. Terwijl ik 17 nog ben. En er is echt bijna geen optie om het te doen. Plus als je het zelf wil gaan doen, dan is het 1 illegaal. En 2, dat kost meer dan 200 euro om zo'n set bij elkaar te halen. Dat is niet iets wat je voor je vrije tijd 200 euro voor over hebt. Maar ik spreek jullie morgen wel weer later.